1982. 25 jaar geleden werd de stekker getrokken uit FC Amsterdam. De fusieclub heeft niet langer dan 10 jaar bestaan. Toch heeft FC Amsterdam een onuitwisbare indruk gemaakt. Vrijwel alle spelers uit die 10 jaren waren naar het Olympisch Stadion gekomen. De thuisbasis van de Lievertjes. En dus was het een weerzien met bekende spelers. Nico Jansen was er. We zien Gerard van der Lem in gesprek met Chris Dekker. En overal werden herinneringen opgehaald. Bijvoorbeeld over het seizoen 74-75. Toen het grote Inter werd uitgeschakeld in het UEFA Cup toernooi. En de kwartfinale werd bereikt. En ook de coaches van weleer waren er natuurlijk bij. Pim van der Meent. En Tony Bruinslot. En op een dag als vandaag werd er ook stilgestaan bij de onlangs overleden voorzitter D. Stoop. Er werd ook nog een onderlinge wedstrijd gespeeld. En hij was er ook, doelman in 2 WK-finales. Jan Jongbloed. Maar het lievertje was toch Nico Jansen. Een speler met een roerig leven achter de rug. Maar bovenal een ongelooflijk goede spits. Eenmalig international in 1975 tegen Joegoslavië. Na 3 seizoenen FC Amsterdam ging hij spelen voor Feyenoord. En daarna verhuisde hij naar RWD Molenbeek. Verslaggever Marcel Goethart zocht hem op in België. Het verhaal van Nico Jansen. Ik heb het heel zwaar gehad. Ik heb een dood spil in de binnen gekapt. Oh ja? Ja, dat is een rotperiode in mijn leven geweest. En toen heb een vriendin van mij vroeger, ben toen gevonden. En toen hebben ze een deur ingeramd. Want ik was 2 dagen die boven water. Hè. Zo. Aan slag van 18 of zoiets. Zo. Dus ik heb heel veel geluk gehad. Nico Jansen is de man van ups en downs. Van de blues. Bedrogen door een vrouw. Pistool op zijn hoofd gehad. Een mislukte zelfmoordpoging. Maar altijd op zoek geweest naar geluk. En dat lijkt hij nu gevonden te hebben. Met zijn 2 zaken. Zoals café Bij den Top in Berlaar, onder Antwerpen. Oud cafeetje, 1847. Er was zo'n kachel bij, hè? En de mensen vinden dat schitterend natuurlijk, hè? En ik pannenkoeken bak ik erop en worsten bak ik erop, dus dat is leuk, hè? Zeker op maandagavond vind ik het leuk. De maandagavond is altijd eten hier, hoor. Dan pak ik met een grote pan pak ik dan en dan zet ik het op de stuur. Soms pak ik die grote pan, let op, hè. Geert Meijer langs in de slalom langs 1 man en dan naar Nico Jansen. Nico Jansen is Ramjak kwijt en schiet. En het is een goal. Een goal van Nico Jansen. En weer Geert Meijer, Nico Jansen voor de goal. Ja, de goal. Uitstekende goal. Jansen, hier aan de bal tegen Ajax, vindt zijn periode bij FC Amsterdam de mooiste uit zijn voetbalcarrière. Dat is een kans en is een goal! Toffe gasten omheen. Echt leuke jongens, ook heel klikkers met elkaar. We waren ook vanaf 's morgens in het stadion tot 's avonds laat. Hè. Ja. De vrouwen zeiden, waar zijn die mannen gebleven? Die gaan niet weg. Hè. We moesten 1 keer trainen, maar we hadden 10 uur op het stadion zaten we. Er was een hele mooie spelershome met kaarttafels en... Dat ik zelf allemaal verbouwd heb. Dus ik had alles zelf. Je was timmerman natuurlijk. Ja, ik was timmerman in die tijd. Hè. En ik heb Stoop gezegd, maak jij maar een heel nieuw centrum hiervan. Hè. Daar heb ik een nieuw centrum van gemaakt in Amsterdam. Sinds een tijdje woont Nico in de provincie. Hij is Antwerpen ontvlucht. Ik zit graag met de mensen in mijn eigen land omheen. En ik zat midden tussen de... Dus het volk eigenlijk. Waar mijn goede mensen al hiervan, hè. Maar niet mijn ding. En sluiers en dat is niet mijn ding. Te veel allochtonen. Zat er ja. Dat is niet mijn ding. Ik moet me kunnen ontspannen en me kunnen lachen. En ja, wij zijn pleziermakers. Alle mensen zitten op café hier. En die mannen kwamen dan niet. En dat is een heel andere stijl van leven. Dus ik voelde me niet wel niet meer thuis. Dus heb ik een plaats gezocht om me wel thuis te voelen. Ja. Dus ik voel me heel goed hier. Heel leuke mensen. Van der Merckx, erg knap, Jansen Wetzel. Als voetballer was Jansen niet het toonbeeld van sierlijkheid, maar hij was wel effectief. Ja, Jansen scoort zijn 2e goal. Hussers. En hij was keihard. Frans bij de eerste paal, Jan van Bever hier en oh, Nico Jansen. Zijn reactie was niet... met boze opzet geladen. Maar Van Beveren lijkt er wel geblesseerd door.
Hij was bang voor me. Ik denk niet bang, ik weet niet waarom. Want elke keer naartoe ging je achteruit, ik weet niet waarom. Maar ik was wel sterk natuurlijk. Maar je kan je toch wel voorstellen dat keepers bang voor jou waren? Er waren heel veel keepers die niet bang. Piet Schruijs was ook niet bang voor mij, die sloeg mijn hoofd de baan af. Dus. Ja. Maar er was gewoon een verschil. Ja. Als je 90, 95 kilo weegt en je springt redelijk hoog. Hè? En je komt naar een keeper toe en die tijd mocht je naartoe gaan klimmen. Hè? Nou, wat zijn allemaal. Nou, als je nou iemand raakt, wordt er gelijk gefloten. Dat is gewoon het verschil. Hè? Engeland gebeurt het nog steeds. Hè? Dat ze naar de keeper toe gaan klimmen. Dus super. Dat vind ik super, hè. Mazzola. Het hoogtepunt van FC Amsterdam was ongetwijfeld het uitschakelen van Inter in 1974 voor de UEFA Cup. In het Olympisch Stadion werd het 0-0. Maar in San Siro hadden de Liefertjes met 2-1 gewonnen. Jansen scoorde 2 keer. Er zijn jammer genoeg geen beelden van. Dat is iets ongelooflijks. Je gaat naar San Siro stadion toe. Als gewoon een Amsterdamse jochie, dan zie je naar San Siro te spelen. Dat is nog kippenvel krijgen die kijkt, hè? Ja. Dat is nog kippenvel krijgen. Dat is wel super om dat te spelen. Dat is elke droom van een voetballer. En jij gaat er spelen. En je zit tegen de Mazzola te kijken. Spaghetti zit je tegen te kijken. Ja? Die is pas overleden. Ja. En dan denk je, godverdikke, dat is hem wat ik tegen gespeeld heb. Ja? Stond de laatste man stond hij. Dan denk je, nou, dat heb je daar tegen gespeeld. Dat waren de toppers van Italië. En de wingen daar ook. Ja, dat was helemaal feest. Hè? En dan naar Lier, waar hij met zijn vrouw Charlotte woont en met haar een lunchroom heeft. Toen ben ik dus 6 jaar geleden heb ik dan naar Fruiken tegengekomen hier. En het is eigenlijk heel goed. Er zijn op en downs in het leven allemaal, hebben dat, hè. Maar dat gaat heel goed. Maar zijn jouw redding geweest? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja, ik heb toch wel heel veel van me gedaan. Ik heb het niet.